Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme bereidt een project voor om buskaarten te introduceren bij het Nationaal Vervoersbedrijf NVB. Dit bevestigde transportminister Albert Hubitana gisteren tegenover journalisten voor de ministerraadsvergadering. De bewindsman zegt dat hij op de hoogte is van het onderzoek van econoom Moni Boudou over het gezond maken van de branche. Het onderzoek is eerder gepresenteerd tijdens een discussieavond van de Vereniging van Economisten. Maar Hubitana geeft aan dat TCT haar huiswerk ook maakt. Dat is het is zelf een onderzoek vanuit TCT waarmee we reeds bezig zijn met ondersteuning vanuit de IDB. Dat is dus, het verbaast me dat u die vraag zo stelt, maar vanuit TCT in samenwerking met NVB hebben we dit eigenlijk al reeds voorbereid. Het is een kwestie van de middelen die los moeten komen nu om dat verder te gaan omzetten of operationaliseren richting een pilotproject. De minister zegt dat er aan de andere kant een probleem is met capaciteit op het ministerie. Hij geeft aan dat er daarom wordt gewerkt aan het omzetten van NVB in een autoriteit zoals dat het geval is in de maritieme en luchtvaart. In die branches gaat het volgens Hubitana veel beter met de uitvoering van projecten.